Dan Frank, het Drentse Hunsbos raakt haar geliefde koeien kwijt. Ja, je had het al van het heerlijke weer van dit weekend. Hè? Er is niks zo lekker om een lekker natuurwandelingetje te maken door de bossen bijvoorbeeld, zoals het Drentse Hunsbos. Maar de wandelaars daar die blijken dat absoluut niet altijd ontspannend te vinden. Wat wil nou het feit? Ze zijn doodsbang voor de koeien die in dat Hunsbos grazen. Net als de schapen die er staan, begrazen zij dat gebied en om op die manier dan de boel te kunnen onderhouden. Het gaat om 7 volwassen koeien en een pink. Maar er zijn inmiddels dusdanig veel klachten daarover binnengekomen door bange recreanten dat het achttal koeien nu moet verdwijnen, dat meldt de Telegraaf. Tot onbegrip van die beheerder daar. Wij belden zojuist met Berber Ubbink van de stichting Natuurlijk Odoorn, die haar koeien nu dus na al die jaren moet gaan missen. Ik word er verdrietig van dat die dieren weg moeten. Dat is een emotioneel ding. En ik word er kwaad van dat er mensen zijn die zo dom zijn dat ze bang zijn van koeien. Ja, daar word ik kwaad om. En dat je dat als terreinbeheerder als reden gebruikt om te zeggen dat die koeien weg moeten, vind ik ook dom. Ik kan me niet voorstellen dat mensen bang zijn van koeien. Als dat echt zo is, dat mensen bang zijn van koeien, dan denk ik dat Staatsbosbeheer als terreinbeheerder aan natuureducatie moet doen om die mensen uit te leggen dat er verschil is tussen gevaarlijke koeien en hele vriendelijke koeien. Een heldere boodschap dus daar van Berber Ubbink. Nog 2 weken kan zij van de koeien genieten, want 15 april liet ze ons weten, dan is het de bedoeling dat ze weg moeten. Ben je bang voor koeien? Je kijkt, nee, helemaal niet. Nee, en ik vind het ook altijd zo stom dat we dan weer meteen zeggen, dan gaan die koeien weg. Inderdaad, gaan met mensen rond de tafel zitten, leggen uit hoe het zit. Ik vind het af en toe, je hoeft maar even te klagen en dingen worden veranderd. Dan denk ik, ja, ga gewoon het gesprek met elkaar aan en zeg, nou, ik heb lopen joggen hier in Hilsum in de buurt. Daar stonden ook van die koeien altijd. Nou, die waren eerder bang voor mij als ik aankwam dan andersom. Ja, nou zegt ze in de Telegraaf. Nee. Ik ga geen snedige opmerkingen maken. Dat die klachten dan vooral van mensen uit de Randstad komen. Kijk even naar u. Als Randstadvertegenwoordiger. Nee, maar Dordrecht is wel een randje Randstad. Ja. Daar hebben we ook al koeien. Ja. Nee, ik zit wel een beetje op jouw lijn. Ik vind het een mooi plaatje. Het hoort een beetje bij. De koeien moeten blijven. Ja, koeien mogen. Nou, blijven. Dat is wel bij Nederland, toch? Of dat nog, ja, typisch Hollandse plaatje. Ja, van de Telegraaf moeten ze weg, hè, Wouter? Nee. Dat, je staat juist een pleidooi om ze te houden. Goed.